Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik weer een pagina maken in mijn bullet journal en ik neem jullie mee. Ik ga vandaag werken op dat zwarte papier. Ik gebruik een bullet journal van de Action. De nieuwe die je daar kunt kopen. Uh, daar zit wit papier in, daar zit krachtkleurig papier in. Maar er zit dus ook zwart papier in. Nou, ik uh, heb al gezegd uh, waarom ik zo'n bullet journal maak. Ik heb er ook al meerdere video's. Overgemaakt en uh, voor mij is het puur ontspanning. Uh, puur mijn hoofd weer leegmaken. En ik wil mijn uh, bullet journal veelzijdig gaan gebruiken. Dus niet voor één ding. Uh, je kunt er een agenda van maken. Je kunt er een creatief dagboekje van maken. Uh, je kunt er tekeningetjes in gaan maken. Je kunt er alle kanten mee op. Nou, ik wilde echt van alles en nog wat in gaan doen. Uh, ik heb bepaalde dingen, heb ik al laten zien. Een kalender heb ik gemaakt. Uh, ik heb al wat dagboekpaginaatjes gemaakt. Ik heb er eentje laten zien op Kraft. Uh, Meestal ga ik gewoon voor mezelf houden. Maar uh, ik vind het dus ook leuk om af en toe gewoon een creatieve pagina te maken. Nou, iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen is uh, doodelen met een witte Posca marker op zwart papier. Nou, dat kun je dus ook prima doen in uh, die bullet journal. En uh, dat ga ik vandaag laten zien. Ik heb hier een uh, stencil van Art by Marleen, Studio Light. Het is al een, uh, een wat oude stencil. Uh, misschien heb je hem wel, maar hij zal ook vast nog wel uh, te koop zijn. Um, ik ga mijn stencil even uh, goed vasthouden. Ik heb een uh, witte Posca marker, de PC1MR... Dat is de marke die ik altijd gebruik uh, om te doodelen door stencils. Hij heeft een hele sterke punt en uh, wat voor mij gewoon het voordeel is. Uh, in een Posca marke daar zit uh, verf in, daar zit acrylverf in en dat droogt razendsnel. Ik ben linkshandig. Ik ga ook heel snel met mijn hand door iets wat ik geschreven heb. Ga ik een gelpen gebruiken? Uh, ben je rechtshandig? Dan kun je dat ook prima doen. Uh, misschien vind jij het wel veel fijner om met een gelpen te werken. Gebruik dan ook vooral uh, een gelpen. Um, ik heb hier de uh, Signal Unibal, uh, de Brood, uh, de Brede Punt. En ik vind dit toch wel uh, een van de fijnste uh, gelpennen. Uh, Sakura heeft ook hele fijne uh, uh, gelpennen. Zijn ook heel goed van kwaliteit. Uh, die zijn gewoon mooi, echt wit. En dat is wat jij uh, wat jij wil. Nou, ik uh, ga mijn marker altijd eerst heel goed schudden en uh, dan wordt de verf wat vloeibaarder en uh, dan blijft jouw marker het ook gewoon doen. Voor het tekenen door een stencil gebruik ik een marker die niet al te nieuw is. Heb ik een nieuwe marker dan zet ik daar een ennetje op dan weet ik dat is een nieuwe marker. Uh, hoe vaker ik de dop in mijn handen heb gehad, ja ennetje dat slijt er een beetje af. Uh, wordt wat minder leesbaar en dan weet ik gewoon, dit is een marker die al gebruikt is, zit niet, zo, uh, zit niet vol meer met inkt, maar er zit nog genoeg inkt in, ik kan er nog mee tekenen. Uh, is het ennetje bijna verdwenen, dan weet ik, deze marker is bijna leeg. En uh, ja, dat is toch wel prettig om te gebruiken als jij door een stencil heen tekent. Uh, de marker, jij moet hem zo recht mogelijk ophouden en doe dit gewoon heel rustig. Ga heel rustig door dat stencil heen tekenen. Is het een beetje wiebelig? Is niet zo erg. Maar ga op een hele rustige manier dus door dat stencil heen tekenen. En later kun jij altijd nog die patroontjes gaan opvullen met nog leuke doodels, maar ik begin dus met die vormen te tekenen door het stencil heen. En als ik daar helemaal mee klaar ben, dan kom ik weer bij jullie terug. Uh, wees echt voorzichtig met dit stencil. Het zijn hele dunne uh, randjes waar jij langs heen tekent. Normaal gesproken, uh, als jij bijvoorbeeld in een zwarte journal van dilutions werkt, ga je er mist in. Helemaal niet erg. Je pakt een uh, zwarte posca marker. En je poetst het eenvoudig weer weg. Kan hier ook wel. Alleen hier zitten uh, stipjes op. En uh, ja, dan poets je misschien ook zo'n stipje weg. En dan zul je het misschien wel terugvinden. Maar ga dit gewoon heel rustig doen. Uh, ik ga dit patroontje tekenen. Daarna wil ik deze bloem nog even tekenen. En dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, en als dan de basis erop staat, ja, dan kun jij eigenlijk uh, ja, ermee gaan doen wat jij wil. Misschien wil je het gaan inkleuren. Uh, ik ga hem voorzien van allerlei uh, patroontjes. En uh, daar ga ik allerlei pennen voor gebruiken. En elke pen geeft weer een ander uh, effect. Uh, ik heb hier een uh, gelpen van uh, Sakura, de Jelly Roll. Dit is een 05, dus een vrij dunne gelpen. Ik heb hier nog een uh, Sakura uh, Glees. Um, dit noem ik een uh, 3D-pen. Als jij hier heel langzaam mee tekent, in het begin is dit transparant, maar dat verkleurt naar wit. Tenminste, de witte. Heb jij de zwarte? Uh, die is gelijk al wel zwart. Uh, maar je moet hier heel langzaam mee tekenen. Dan laat het een wat verdikt laagje achter. Dus een soort van 3D-pen. Ook deze kun je weer gebruiken om uh, patroontjes te tekenen. Krijg je weer een ander effect. Natuurlijk heb ik hier ook uh, de gewone PC1MR van uh, Posca. Uh, hier kun je ook natuurlijk stipjes, streepjes, uh, van alles mee doen. Uh, de gelpen die ik al eerder heb laten zien van de Uniball. Allemaal geven ze weer een ander effect. En daar kun jij mee uh, gaan spelen. En uh, bijvoorbeeld die blaadjes hier. Uh, die wil ik gaan opvullen met hele dunne streepjes. Nou dan pak ik gewoon een gelpen. En dan ga ik daar hele dunne streepjes mee maken. En ik doe dat heel rustig. Hou je gelpen een beetje rechtop. Dat hij goed kan vloeien. Ik vind altijd als jij het wat rustiger aan doet, dan is het effect veel beter. En ik hoop dat het zichtbaar is. Ik zal hem van wat dichterbij houden. Je ziet allemaal hele fijne streepjes. Nou, dit is wat je dus uh, kunt doen. Uh, je zou hier nog een kaderrandje omheen kunnen maken. En uh, dan heb ik hier de dikke Posca, de uh, 5M. Uh, geeft gelijk al een heel ander effect. En dan zou je er bijvoorbeeld een stippellijntje mee kunnen maken om daar een soort van kader te kunnen maken. En je ziet gewoon dat witte dat springt van het papier af. En dat vind ik het mooie van het werken met een witte gelpen, een witte Posca marker op zwart papier. En je zou zelfs ook nog kleurtjes kunnen gaan gebruiken, mocht jij dat willen. Je kunt hier echt. Alle alle kanten mee op. Dit is gewoon een creatief idee. En je bent even heerlijk bezig. Er zit helemaal verder geen idee achter. Dus dat je gewoon even lekker bezig bent geweest. Heb je dus even een paar minuten over. Dan kun je dus ook dit soort pagina's gaan maken je bullet journal, dus het werken op zwart geeft weer een andere uitdaging en uh, ja, het is iets wat ik heerlijk vind om te doen. Nou, ik ga deze verder even afmaken. Uh, aan het einde van de video zie je wel een foto hoe het uiteindelijk is geworden en uh, voor mij dus. Een mogelijkheid werken op zwart met een witte marker uh, Gebruik stencils die jij hebt. Dit was toevallig een stencil van, uh, van Studio Light, Art by Malayne. Maar misschien heb jij wel hele gave dilution stencils. Kun je daar natuurlijk ook perfect voor gebruiken. En uh, ga gewoon kijken wat jij thuis hebt en gebruik dat. Uh, de stencils trouwens, de mask stencils van de Action, die zijn vrij dun. En uh, je bent hier wel wat dikkere stencils voor nodig. Uh, ga je die dunne stencils gebruiken? Het kan. Moet je heel voorzichtig zijn. Maar je zult heel snel onderdoorschieten omdat ze zo uh, dun zijn. Even iets wat je in je achterhoofd moet houden. Maar het kan wel. Maar je moet gewoon heel voorzichtig zijn. En uh, ja, maak er gewoon wat van. Vind je het leuk om te laten zien wat jij hebt gemaakt? Uh, ik heb een groep op Facebook, Patricia's Inspiratiehoek. Daar kun jij lid van worden. Daar mag jij al jouw creaties plaatsen. En uh, waarom kan dat? Uh, natuurlijk omdat ik super uh, ja, nieuwsgierig ben wat jullie allemaal maken naar aanleiding van de video van mij. Maar uh, vooral ook omdat jullie dan anderen weer tot inspiratie kunnen zijn. En uh, jullie kunnen zelfs mij nog weer ter inspiratie zijn. Ik vind het ontzettend leuk om al jullie creaties te zien. Dus uh, plaats ze ook vooral. Je kunt dus lid worden. Patricia's Inspiratiehoek. Het is een groep op Facebook. Uh, ik run er niet alleen. Uh, Jootje, die helpt mij daarbij. Uh, mijn steun en toeverlaat op, uh, op YouTube en uh, op Facebook, de groep. Uh, zij draagt mij ideeën aan. Uh, ik uh, spar heel veel met haar. Maar zij helpt mij dus ook met de groep. Zij keurt lidmaatschappen goed. Zij keurt um, um, berichten goed. Moeten allemaal even goedgekeurd worden voor die tijd. Uh, daar willen we gewoon namelijk even zelf de hand een beetje in hebben. Maar daar kunnen jullie dus al jullie creaties plaatsen. Uh, doe dat dus ook vooral. Uh, ja, dan rest mij jullie om te bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie weer een beetje inspiratie heb gegeven om zelf ook aan de slag te gaan. Is mijn missie weer geslaagd. Dus voor nu, dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie graag snel terug bij een volgende video. Doeg!